8 Surinaamse studenten hebben hun medische studie aan de Latin American School of Medicine, ELAM, op Cuba succesvol afgerond. De Surinaamse afgestudeerden, onder wie 6 dames en 2 heren, hebben 7 jaren gestudeerd op het eiland. Ze hebben afgelopen dinsdag samen met 458 andere studenten uit 84 landen hun medische diploma's in ontvangst genomen in het Karl Marx Theater in de Cubaanse hoofdstad Havana. Een belangrijk aspect van de studie op Cuba is dat studenten naast hun medische opleiding ook sociaal worden gevormd. Het belangrijkste aspect dat hen hierbij wordt bijgebracht is het principe van het universeel recht op medische zorg, ongeacht ras, sociale klasse en geslacht. De nieuwe Surinaamse artsen worden de komende maand terugverwacht in Suriname. Op korte termijn zullen ze door het ministerie van Volksgezondheid in verschillende delen van het land worden ingezet. Het gaat om de artsen Suen Ahmad Dasim, Sharma Bihari, Romarilli Bisfam, Sirita Demidov, Priscilla Itiman, Antusha Pafion, Joey Harjopawiro en Sergio Menig.